De gemeente Haldenbergen zocht een verbindende en daadkrachtige burgemeester die midden in de samenleving staat. 28 mensen solliciteerden op deze functie. De vertrouwenscommissie heeft Bernd Rox voorgedragen als nieuwe burgemeester. We zochten hem op in het conferentiecentrum Bovendonk in Hoeve. Geboren in Terleur, dat in Markeland in Terleur. Vervolgens zeg maar, toen ik 4 jaar oud was, zijn we naar Meppel gegaan. Mijn vader was beroepsmilitair, zat in het leger. Daar heb ik van mijn 4e tot mijn 10e gewoond. En op een gegeven moment begon mijn ouders echt te kriebelen om terug te komen naar Brabant. Daar komen ze toch vandaan, mijn vader terug, mijn moeder in Terleur. Familie woont hier ook allemaal, dus zijn we teruggekomen. Vervolgens altijd in Terleur op school geweest. Bernadetteschool was dat toen de tijd, naar de overkant. En vervolgens naar de middelbare school. MBO gedaan, HBO, universiteit. En het leukste vond ik eigenlijk nog op een gegeven moment les gaan geven op de KAZ. Dat je terugkomt zeg maar, op de plek waar je ooit dan zelf als kleine brakter rondgelopen hebt. En nou ja, door de een en ander hebt meegemaakt. Okay. Nou, nu getrouwd. Nathalie is mijn heet mijn vrouw. 2 kinderen, Jort en Jente, 7 en 9. Vous permettez, monsieur. Maar jarenlang is je ook hier geweest in een grote discotheek in Breda. Heb ik heel veel platen en singles aan overgehouden. Nou, ik heb een oude jukebox die ik zelf gerestaureerd heb. Juste avant le mariage. Staat er nog in de kamer? Ja. Ik vind het heel erg leuk om naast je werk ook andere dingen te doen. Het mooie daarvan is, je kunt heel veel singles verzamelen en dan gooi je er een keer een selectie in. En als het een keer een druilige avond is, zet de tv's gewoon lekker uit, apparaat aan, glaasje wijn erbij en gewoon eens lekker luisteren naar die oude muziek. Make it one for my baby, yeah. One more for the road. Alles wat mobiel is en waar benzinegeur aan hangt, prachtig en geweldig. Ik vind het ook leuk om zelf die auto's te restaureren, te onderhouden. Het is niet mijn gebruiksauto, maar ik rij er wel regelmatig in. Want als het lang stil staat, dan word ik niet beter van. En misschien wel leuk om te vertellen, mijn vader die zat vroeger dus bij de landmacht, bij de genie. En die was ook verantwoordelijk voor de werkplaatsen, voor het testen van nieuwe voertuigen. Mijn broer en ik kwamen op die werkplaatsen en dan rook je zeg maar die benzinegeur en wat er werd gemaakt. En toen wij zelf ouder werden en we kochten onze eerste auto, waren dat geen perfecte auto's. Nou, maak het zelf maar eens een keer. Maak je handen maar eens vuil. Leer maar eens lassen, leer maar eens schuren. En maak er wat van. Waar ik ook warm voor word, is als mensen eigenwijs zijn, heel eigenzinnig hun eigen ideeën vormgeven. Bijvoorbeeld als je het over die Citroën, dat was niet eigen tijds. Het was lekker eigenwijs, een ontwerper deed komen die vond dat het goed was, wat mooi was. Ja. En dan kreeg je toen de vrije hand voor. Okay. En tegenwoordig zie je dat alles steeds meer eenheidsworst aan het worden is. En ik kan dan die eigenwijsheid kan ik wel heel erg waarderen. Waardering had Bernd Rox ook voor Bolkestein. Want naast studeren was er ook aandacht voor politiek. Op 6 mei 2002 was er in Motel Brabant in Breda een lijsttrekkersdebat. Hoe kwam je daar terecht? Wat is het verhaal achter deze foto? Ik vond sowieso dat je objectief moet kijken wat de politiek te bieden heeft. En ik was toen nog tijd als ik ben politiek actief geworden omdat ik vond Bolkestein een prachtig mens. Politiek niet altijd even handig, maar het was gewoon een echt mens. Wat je zag, zeg maar, dat was gewoon hoe hij ook echt is. Het was geen trucje. En dat waardeerde ik heel erg in. En toen op een gegeven moment kreeg je een politieke fase waarin alles heel erg op zijn kant werd gezet. En toen kwamen al die lijsttrekkers naar Breda toe. Dat was toen een georganiseerde BNC. En toen dacht ik, ga ze allemaal eens bekijken. Je ziet ze wel op tv, en, nou ja, dan heb je ook een ander beeld. Ik wil ze echt eens zien. Dus ben ze allemaal afgegaan. Van Melkert tot Dijkstal, noem maar op. En de laatste die op mijn lijstje stond, dat was toen Pim Fortuyn. En ik dacht van nou, die ga ik ook gewoon bekijken. En dan merk je een hele andere sfeer. En ook hoe die man binnenkwam. Dat was best wel een apart gevoel. Hoe hij werd bejegend ook door sommige mensen. En ik heb zoiets van nou, als je iets wil weten van iemand, stel een vraag. Dus op een gegeven moment ging het over studenten en wat hij ervan vond en over studiefinanciering. Nou, gewoon een vraag gesteld en dan kreeg je ook gewoon een antwoord. Okay. Niet een antwoord, dat vond ik wel grappig, niet een antwoord wat wenselijk zou zijn, of wat je zou verwachten. Maar gewoon lekker eigenwijs zoals hij ook was. Gewoon zeggen wat hij vond en dat hij er niet mee eens was. Nou, dat mag ook. Ja, een gedenkwaardig moment. Want ja. U heeft hem dan die vraag gesteld en amper 6, 7 uur later... Ja. Was hij er niet meer. Ja, dus wat heeft hij nu gedaan? Ja, je bent je wel bewust van de andere kant van het spectrum. De politiek is wel veranderd en daar zorg ik zelf heel erg van. Je zag natuurlijk ook mannen toen de tijd als Melkert en Dijkstal, die op een hele andere manier natuurlijk hun verhaal vertelden. Maar die passie van Fortuyn, die hij in zich had, of je het daarmee eens was of niet,
dat leidde wel dat er ook heel veel tegenstanders waren. En dat die tegenstand en die felheid die erbij horen, en dan zeg maar zelfs een moord tot gevolg, ja, daar sprak ik wel heel erg van als student. In 2009 belandt hij bij een bedrijf dat zich richt op adviseren en begeleiden van onderwijsprofessionals. Als functie management trainer van het onderwijsprogramma Stephen Covey. De 7 eigenschappen van effectief leiderschap. Dat was een methodiek uit Amerika om te zorgen dat mensen zeg maar, nou ja, zelf het heft namen op verandering. Cultuurverandering was toen heel erg hot. En er kwamen heel veel bij scholen die het heel lastig vonden om de cultuur te veranderen. En had je 7 stappen om te zorgen dat mensen zeg maar, wat meer uit zichzelf gingen halen. Bijvoorbeeld stap 1 was wees proactief. Nou, ben je proactief? Nou, en dan had je een heel stappenschema om dat te doorlopen. En dan zag je dat je mensen en teams los kon krijgen. Dat ze het zelf konden. En dat ze anders weer naar de wereld keken van het leven overkomt me. Ik ben afhankelijk van een ander. Heeft dat ook u veranderd? Ja, toch wel. Het paste heel erg bij hoe ik in het leven sta. Positief, optimistisch en altijd kijken wat kan ik. En soms zijn de kaders waarin je kunt bewegen wat krapper en wat minder groot. En je kunt altijd de vraag stellen, overkomt het me of kan ik zelf dingen doen? Ja. En heel veel mensen die ik dan sprak, die zaten toch wel meer in dat slachtoffergedrag van het leven overkomen. Oké, maar wat kunnen we dan doen zeg maar, om dan binnen die kaders het wel te veranderen? En hoe kan ik je helpen daarbij? In 2004 voegt hij daar nog een 8e gewoonte aan toe. Ja. En in essentie is de 8e gewoonte het vinden van je eigen roeping. Ja. Het inspireren van anderen bij het vinden van een roeping. Was uw roeping toen van, ik moet iets gaan doen met die politiek? Dat heb ik eigenlijk altijd wat gehad. En dat heeft hij niet echt losgemaakt. Hij heeft natuurlijk die 8e habit heeft hij erbij geschreven. Maar ik had dat van mezelf al. En eigenlijk zit ook een stukje in wie je bent, het DNA. Mijn vader zat ook niet voor niets bij Defensie. Die vond ook dat hij iets moest toevoegen. En dat zit er bij ons ook wel heel erg sterk in. En ik had vaak discussies met collega-studenten. Die vonden dan heel veel over het leven en wat er wel en niet goed was. En vooral wat er niet goed was. En ik zei dan ook altijd, mij maakt het niet uit voor welke partij je iets gaat doen, maar voeg zelf wat toe. Doe dan wat. En als iedereen zijn steentje bijdraagt en iedereen doet wat, dan weet ik zeker dat de maatschappij een stukje beter wordt. In 2002 wordt hij commissielid van Etten-Leur en 4 jaar later beëdigd als raadslid. Toen ik commissielid werd, merk je ook dat er gewoon echt wel dilemma's op tafel lagen waar je echt iets mee moest. En soms werden dilemma's goed aangepakt. Soms dacht je van, nou ja, dat kan ook wel beter. En dan groei je langzaam naar die verantwoordelijkheid toe. En toen op een gegeven moment de vraag kwam, ja, wil je dan ook op de lijst staan? Ja, dan zeg je ook, nou ja, laten we dat doen. En vervolgens word je ook raadslid. In april 2010 wordt u wethouder van onder andere sociale zaken, onderwijs, economische zaken. Vond u dat voor uzelf een logische stap? Nou ja, als je kijkt, ik heb natuurlijk op de KNSE ben ik heel veel met mensen bezig geweest. Mensen motiveren, vond ik heel erg leuk. En het is ook een domein wat heel erg belangrijk is in de bestaanszekerheid van mensen. Hoe richt je je leven in? Heb je schulden? Heb je werk? Dat zijn allemaal zaken die erg belangrijk zijn om je leven vorm te kunnen geven. En als je mensen daarbij kunt helpen. En ik had ook economische zaken in portefeuille. En je kunt dat bedrijven naar Etten-Leur halen toen de tijd. Om te zorgen dat mensen ook een baan konden krijgen. Ja. Nou, dat vind ik wel heel erg belangrijk. Ja. En een jaar later stapt u op aan vertrouwensbreuk. Ja. Er is genoeg over geschreven. Maar hoe kijk je daar nu op terug? Nou, dat is goed dat je het vraagt. Ik durf ook te zeggen dat ik nu niet... Ik ben nu de persoon door hetgeen wat ik heb meegemaakt. Je maakt een hele heftige periode mee. Dat doet echt wel met je. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Dan denk je ook van, ja, gaan we verder het openbaar bestuur of is het toch goed om nou iets anders te gaan lopen doen? Nou ja, goed, er waren genoeg uitdagingen het openbaar bestuur om te zeggen, joh, ga toch verder. Maar als je kijkt nu, heb je natuurlijk wel geleerd om meer op je handen te zitten. Meer om je heen te kijken. Ja. Niet voor de troepen uit te lopen. Dus je leert ook heel erg veel op jonge leeftijd. Ja. Dus enerzijds is het goed dat je dat op jonge leeftijd meemaakt. Aan de andere kant is het natuurlijk een hele pijnlijke leerervaring. Maar ik zeg je eerlijk bij, ik zou nou niet de persoon zijn zonder dat ik dat heb meegemaakt. 8 maanden later wordt hij benoemd als wethouder in Hilvarenbeek. En verantwoordelijk voor de veranderingen op gebied van welzijn, werk en inkomen. Ja, een wethouder van buitenaf, hè? Wat is dat een extra barrière dan? In het begin wel, want als je wat meer in de setting zit, ons kent ons, dan ben je makkelijker binnengehaald. En nu kom je toch van buiten. Je weet dat er een hele lastige klus ligt. Het was bestuurlijk best een opgave om te zorgen dat die gemeente zeg maar, weer lekker in de flow kwam.
En dan wordt er toch naar je gekeken, wie is dat nou? En waar komt die vandaan? Je komt niet uit het hart van Brabant, binnen Brabant. Toch een iets andere bestuurscultuur. West-Brabanders zijn wat directer. In Midden-Brabant is het meer netwerken, eerst leren kennen wie je bent. En dat is wel heel erg belangrijk. Dat kopje koffie drinken, eerst eens even aan tafel zitten, wie ben je dan? En daarna pas over inhoud gaan hebben en over zaken. Okay. Ja, en dat maakt het wel. En als je dat dan eenmaal goed doet en je weet hoe je met elkaar de link kunt maken en dat je interesse hebt in de mensen die aan de andere kant van de tafel zit, ja, dan komt de rest vanzelf. Ja. Dus het investeren is het eerste jaar heel belangrijk. Okay. En die leerschool die ik daar heb gehad in Heel Varenbeek, die heb ik ook weer meegenomen zeg maar, naar IJsselstein. Maar dat zal ik hier ook weer doen. Ja, ja. Eerst heel veel mensen leren ontmoeten, netwerk opbouwen, even kijken hoe alles gaat. En dan pas echt maar kun je met elkaar meters maken. In de profielschets staat: de toekomst van Haldenbergen ligt niet alleen binnen de gemeentegrenzen. Ook daarbuiten gaan we de samenwerking aan voor de toekomst van een zelfstandige gemeente. In Heel Varenbeek was er ook sprake van een samenwerkingsverband. Samenwerkingsverband, dat was een hele mooie, want er lag een hele grote uitdaging in de jeugdzorg. Hè. 9 gemeenten moesten samenwerken, een budget van 98 miljoen euro, wat Tilburg alleen van 62 miljoen al in zat. En die burgemeester van toen, van Tilburg, die had echt visie. Dat was Nul Danus. En die zei van, weet je wat, de jeugdzorg laten we trekken door de wethouder van de kleinste gemeente. Dat vind ik lef hebben. En dat was ik. En toen kreeg ik de vraag zeg maar, of ik dan voorzitter wilde worden van die bestuurscommissie. 9 gemeentes. Dus ik zat die regio daarvoor. En dan kun je ook de visie die je samen erop nahoudt ontwikkelen en in de praktijk gaan brengen. Wat we onder andere deden is solidariteitsfondsen, dat we met elkaar een budget hadden. Als één gemeente het moeilijk had, dat we elkaar helpen. Wat we ook deden is zeg maar een innovatiepot maken. Dus dan gaan we jongeren, nodigen we uit om met hun ideeën te komen, nieuwe aanbieders met ideeën te komen. En te gaan vragen van ja, wat gaat er nou goed, wat niet. En wat kunnen we samen nou veranderen waardoor het beter gaat. Nou, de jongeren, dat was een jongerenplatform dat we opgericht hebben. Inspraak, die hebben een hele andere visie op hoe dingen lopen. Er waren vaak jongeren die bij Compaan de Bocht intern zaten. Nou, ga daar eens het gesprek mee aan. En jullie zijn expert, ik niet. Maar ja, wij moeten het wel voor jullie regelen. Nou, hoe gaan we dat samen doen? Nou, die open houding en dat met elkaar doen, dat is leuk. Na 6 jaar wordt Bernd Roks voorgedragen als wethouder in IJsselstein. Op papier een zelfstandige gemeente, maar ambtelijk zeer sterk verbonden met Montfoort. IJsselstein wilde meer onafhankelijkheid. Een complexe en gevoelige situatie. Bas van der Horst, VVD-fractieleider in IJsselstein. Uit eigen gelederen was niemand te vinden die IJsselstein eens stevig bij de lurven zou nemen. Bent u een streng persoon? Nee. Maar je moet ook niet weglopen van de uitdaging die er op tafel ligt. Dus je moet met elkaar gewoon een goede relatie bouwen. Maar op een gegeven moment moet je elkaar ook bespreekbaar maken wat er goed gaat en wat niet goed gaat. En die dingen die niet goed gaan, moet je met elkaar wel bespreken en dan afspraken maken hoe we ze beter gaan maken. Nou goed, en als je dat niet doet en je loopt ervoor weg, dan blijven de dingen zoals ze zijn. En dan verbetert de gemeente ook niet. En als je dan met elkaar dilemma's bespreekt en je hebt het erover, dan kun je ook afspraken maken van, nou, hoe gaan we in stappen naar een betere gemeente toe en wie doet dan wat? Ja. En dan moet je ook duidelijk zijn wat je dan van elkaar verwacht en wie wat doet, ieder vanuit zijn eigen rol. Een voor u belangrijke delegatie komt op bezoek. Na afloop van de bijeenkomst stellen zij het zeer op prijs om samen met u een specifieke horecazaak te bezoeken. Er zijn echter regelmatig klachten binnengekomen wegens geluidsoverlast. En het bedrijf beschikt niet over alle vergunningen. Wat doet u dan als burgemeester? Sowieso moet je zorgen dat de zaken op orde zijn. Dus als dat dan speelt, zeg maar, dan zijn we al op 1-0 achterstand bezig. Want ja, de vergunningen moeten gewoon in orde zijn om te kloppen. En ik zou wel bespreekbaar maken wat dan de gevoelens zijn en waarom ik er wel of niet voor zou kiezen om dit nou te doen. En ik vind als burgemeester dat je altijd baas moet zijn over je eigen agenda en regie moet houden. Ik zou er ook een eigen afweging in maken. En als die afweging en de bezwaren dermate groot zijn, zou ik zeggen, nou, dit is mijn keuze om dit nu even niet te doen, om die en die reden. En dan zou ik mijn eigen koers erin varen en het niet doen. Maar ik zou wel uitleggen waarom niet. Het burgemeesterschap Haldenbergen. Ja. Wat sprak u het meest aan toen u solliciteerde als burgemeester? Weet je wat het is? Als je op een gegeven moment langer in het openbaar bestuur zit, dan merk je waar pas je wel en waar pas je niet. En er zijn ook heel veel gemeenten waar ik gewoon echt niet pas.
En dat leer je zelf kennen. En het mooie is van Haldenbergen, toen hij dat profielschets las, die past wel heel erg goed. Wat sprak het meeste aan, weet je? Nou, sowieso dat wat ze vroegen als persoon. Ze vroegen niet iemand die op de winkel kon passen. Ze vroegen iemand die proactief kon zijn in samenwerkingsverbanden. Nou, daar hebben we het volgens mij wel over gehad. Ja? Iemand die energie bracht in de samenwerking tussen raad, college, in de samenleving. Iemand die het leuk vond om mensen te motiveren. Nou, we hebben het net ook even gehad over de KNZ en hoe je met leerlingen omgaat. Het leuk is om het beste eruit te halen. En dat motiveren, proactief, energiek en vandaar het resultaat te halen. Ja, dat ben ik. Dus dan denk je van ja, dit past wel heel erg goed. En dan denk je van ja, hier ga ik op schrijven. En toen hebben we de gesprekken gehad. Het was ook heel erg leuk met de vertrouwenscommissie. En dan ga je een beetje toetsen van ja, is het ook zo? En is het ook echt wat jullie zoeken? Want daar ga je ook op prikken natuurlijk. Kijk, zij zoeken iemand die bij hen past. Maar ik zoek ook iemand die bij mij past. Want ja, je zoekt nog naar een lange termijn verbintenis. Ja. En dan ga je met elkaar het gesprek aan van nou, wat zoek je dan ook echt? En meen je dat dan ook? En hoe gaat het dan, zeg maar, als je dan die vaardigheden toont en het komt je even niet goed uit? Hoe gaat dat dan? Nou, we hebben hele leuke gesprekken gehad. Okay. Een tweede gesprek was ook heel bijzonder. We hadden zijn casuïstiek voorbereid. En dan denk je van, nou, dit gaat gewoon over een casus. En toen kom ik binnen en het was gelijk een rollenspel. En dan gingen ze jou eens eventjes goed uitproberen. Oh ja? Ja, van hoe gaat het dan als je iemand onder druk zet en met onverwachte zaken? Hoe reageer je dan? En hoe pak je het op? Hoe los je het op? Iets waar je dus eigenlijk niet op kunt studeren. Maar gewoon, nou ja, wie ben je dan als mens? En hoe pak je het op? Ja. Dus je komt binnen in zo'n ruimte en opeens, wop, ging dat rollenspel aan. Ja. Dan krijgt u het teken, het signaal, u wordt het. Ja. Spelen er dan allerlei dingen in uw hoofd? Van, dan ga ik dit doen met Haldenbergen, dan ben ik dat van plan en dit gaat gebeuren. Of wat gebeurt er dan met u? Nee, ik vond het heel erg, ik was heel erg dankbaar dat ik dit mag gaan doen. Ook heel erg blij. Maar ik vond ook, zeg maar, richting eisen, ik wil het gewoon netjes afmaken. Dus ik heb ook gezegd van even pas op de plaats. Ik wil eerst even mijn huidige werk goed afmaken. Mm-hmm. Want waar je weggaat, ja, dat is ook goed als mensen daar met een goed gevoel op terugkijken. Ik vind het ook belangrijk om dingen netjes af te kunnen maken. En dan is het ook mooier, zeg maar, om hier te kunnen starten. Want dan begin je ook met een schone lei. Ja. Wat ik erg belangrijk vind om te doen, is dat de bestuurscultuur en de omgang met burgers verandert. We hebben daar toen altijd een goede aanzet voor gegeven. En we zien dat er veel te veel vanuit de Ivoren Toren op het gemeentehuis zaken worden uitgestort over burgers. Waar ze op het laatste moment niet of nauwelijks bij betrokken zijn. Geldt dat nog steeds? Nou ja, als je het raadsprogramma ziet van de gemeente Haldenbergen, hadden ze daar ook een hele duidelijke mening over. Dat ze vonden dat we een nieuwe manier moesten zoeken om naar de burger toe te gaan, om ze te betrekken. Dat was de raad ook vrij duidelijk over. Dat staat ook heel prominent in het raadsprogramma. Dus wat ik toen zei, dat paste ook één op één bij de ambitie die de gemeente Haldenbergen heeft. Nou, en ik zal daar mijn rol in moeten vinden om te zorgen dat we dat met elkaar gaan doen. Want je bent natuurlijk onderdeel van een team. Nou ja, dan moet je ook met elkaar bespreken hoe we dat gaan doen. Maar dat die uitdaging er ligt. En dat ze de ambitie hebben om dat gewoon te doen, dat spreekt me natuurlijk heel erg aan. Dat sprak me toen al aan en nou, deze gemeente maakt het waar. We moeten veel zaken moeten vooruit en vernieuwd worden. Maar de oude zaken die belangrijk zijn en die de basis vormen van ons dorp, die moet je wel respecteren. En wat ik zie is dat veel te veel gebouwen verdwijnen en er komen nietszeggende blokkendozen voor terug. Je oude gebouwen verdwijnen en nietszeggende blokkendozen komen ervoor terug. Doet dat pijn voor je? Ja, je houdt van een plaats. En die plaats is mooi omdat er een rijk verleden ligt, maar ook een mooie toekomst. Dus vizier vooruit, maar wel met respect voor het verleden. En dat vind ik mooi als je dan dat verleden weet om te bouwen tot iets nieuws. En ik zie heel veel plaatsen, zeg maar, waar dan hele mooie beeldbepalende gebouwen zomaar verdwijnen. Omdat het goedkoper is om nieuwe, nietszeggende blokkendozen weg te zetten. En als je niet uitkijkt, dan krijg je een beetje een soort uitbreidingsnieuwbouwwijkgevoel, terwijl je wel in het hart van de plaats staat. Als je bijvoorbeeld kijkt wat de gemeente Haldenbergen te bieden heeft, waar we nu ook zitten in Bovendonk. Hoe erg zou het zijn als dit er niet meer zou zijn? Het is ontworpen door Kuipers, het heeft een rijke historie. Nou, daar moet je een nieuwe invulling aan geven, maar wees trots op je verleden. Ja. Als ik bijvoorbeeld kijk wat men nu in Oudenbosch aan het doen is, hè? Pak nou het Oudenbosch 10 jaar geleden of nu. Ik van, nou, hier zit wel een gemeente met visie achter. Wat ze nou met dat plein aan het doen zijn, met Tivoli wat er gebeurd is, het oude poortgebouw wat een hele mooie nieuwe bestemming krijgt. Nou, daar word ik dan warm van. Ik van, ja, hier wil ik zijn, hier wil ik een bijdrage aan leveren. Ja, tot slot, ja, u komt zeer ambitieus over. Mm-hmm. Daar blijft dit bij Haldenbergen. Zou u ooit een stap maken naar bijvoorbeeld het Europese parlement? En wat schetst me verbazing, in 2009 stond u op de lijst van het Europese parlement. Ja. Is dat uiteindelijk misschien ooit nog wel uw ideaal om daar ook iets voor te gaan doen? Nee, ik denk het niet. Wat je ook merkt, zeg maar, hè, als je in bestuur zit, je hebt politici, je hebt bestuurders.
En een vak van politicus is heel iets anders dan van bestuurder. In de bestuurder heb je te maken met heel veel dilemma's waar je een afweging in moet maken. En ik ben wel meer bestuurder. En naarmate je zeg maar, ook ouder wordt en je ziet ook zeg maar, wat je dan hebt gedaan in IJsselstein of Hilvarenbeek, dan zie je ook hoe mooi het is om bestuurlijk iets op te bouwen. En ik ben meer een bouwer dan dat ik zeg maar, een politicus ben. En dat is dan ook naarmate je ouder wordt dat je denkt van, hey, welke rol past mij nou het beste? En deze rol past me gewoon beter. Dank u wel. Graag gedaan.